Hallo, ze ben je bij de Gamers, een aflevering van de drie vrienden van meneer. Het geheimzinnig ongelukje. We gaan deze kant op, want we hebben nu drie stuks eten en we zoeken nog een vierde stuk. En hopelijk hebben we dan al het eten. En anders dan, ja, dan moeten we denk dit pad op, want dat is het pad. En Kees is nog steeds bij mij, is niet altijd goed te verstaan. Maar hij kan wel eens wat roepen en dan reageren jullie erop en dan is iedereen gelukkig. Dit zal wel Bietjesdorp zijn. Je hebt Luzerne gehaald. What the fuck is Luzerne? What the fuck is Luzerne? Het is vast heerlijk. Nou ja, ik neem aan we dan gewoon het dingetje op moeten. Nou, je zou zeggen dat dit Graandorp is. Misschien is nu Zen, dat zal zijn dat het troep die op gras lijkt. Dus dat vind ik wel logisch dat je die hier haalt. Ik sloot net per ongeluk het spel af. Oh ja, dat zagen jullie. En toen in één keer bij Molendorp kreeg ik geen haver meer, maar kreeg ik een of andere SOA. Wat? Nee, glijbaan! Ik kom er nu niet op. Fuck, dit paard heeft niet genoeg grip. Ik heb een ander paard nodig. Van de struggles. Of we moeten met volle snelheid erop. Of we moeten met meer snelheid erop. Kunnen we even proberen. Ik denk dat we geen vaart maken hierop, zie je dat? Waarom? Ja, we hebben dus ergens nog voer vandaan nodig. Gewoon met volle snelheid! Kom op! Nee! Nou, dat red je dus niet. En dat red je niet, Kees! Het is onmogelijk! Het is onmogelijk! Het is onmogelijk. En nou is de vraag, waar de fuck halen we meer voer? En dan komt dus gewoon een stom met recorden, want... Ik heb geen zin om jullie weer, net zoals de volgende twee afleveringen, te gaan vervelen met mijn speurtocht naar dit spel. Uitvogelen. Dus ik stop me even met recorden en dan gaan we verder als ik weer uitgevonden heb waar nog meer eten te halen valt. Oeh, ik ga niet tussendoor. Ja, we kunnen de weg gewoon nog volgen. De weg! Nou oké, vooruit dan maar. In het diepe bos. Gaat het pad gewoon nog verder in het bos? Nee, het eindigt hier. Nou, dan gaan we lekker door het bos heen. Fuck die shit, ik ben Laura, ik kan dat. Hier is een huisje, misschien dat die nog wat lekkere bietjes voor ons hebben ofzo. Het ziet er niet echt bieterig uit, dus misschien hebben ze nog een van de SOA. Nee, het is gewoon een boomhut. Alleen dan zonder boom. Gewoon een hut. Eigenlijk. Hier is weer een pad, ja. Ah joh, we hebben een padje volgen. Waarschijnlijk komen we ergens uit dat we al geweest zijn, dat zal wel. Dit spel is echt één groot doolhof. Ik snap echt niet dat kinderen dit kunnen spelen. Enfin, hier is een open veldje. Ah, geen huis. Oh, hier zijn we al een keer geweest. Dat was die vrouw, die ene. Oké, ze weet precies waar ik het over heb. Ik denk het. Yes. Oké, nou ik denk dat ik ga even stoppen met recorden en zie ik jullie zo meteen wel als ik weer eten gevonden heb, want jullie spelen natuurlijk ook allemaal het spel. Het is wel handig als jullie een volle playthrough van dit spel hebben, omdat jullie weten waar alle items liggen, dus tot zo! Oké, we hebben een nieuw ding gevonden, vlakbij ons eigen huis, we wouden terug naar huis, toen kwamen we deze vent tegen. Hoi, waar kan ik je mee helpen? Remco, hey! We hebben al het voer! Geweldig, Laura! Goede voer gehaald! Yes! Dankjewel. Graag gedaan! En nu mogen we natuurlijk weer de paarden verzorgen, dit heeft Kees nog nooit gezien, dus dit is best wel cool. Uit. Dat die gasten Arthur! Al die caps ook namen. Kijk, Kees, wat wil je eens eerst doen? Eerst de paarden eten geven, poep scheppen of vegen? Ja, poep scheppen of course, oké, okay, accepteren. Maak die box schoon, dat is leuk. Dat is namelijk poep scheppen. Dan loop je naar poep toe en dan schep je hem. Er liggen altijd twee drollen. Onze paarden poepen heel frequent namelijk. De paarden worden om de twee dagen gevoed. Dus altijd ene dag links, dat is dus vandaag. En dan krijgt morgen rechts. Rechterkant krijgt dan eten. Want ja, we hongeren graag de paarden uit. We kunnen ze geen poep voeren, jammer genoeg. Ik heb het geprobeerd. Kijk, dan heeft hier waarschijnlijk ergens nog een drolletje. Ah, gevonden. Nou, die drol ontsnapt ons niet, hè. De paardenvijgen die pakken we gewoon op en die gooien dan in de emmer, zo. Je hebt de box schoongemaakt. Nu komt mijn favoriete deel natuurlijk het vegen, want dat is het makkelijkste. Je hebt namelijk een hele coole veeganimatie, gemaakt door de makers van dit spel. Ik zal even laten zien. En dan kun je gewoon aflopen en dan druk je op muisknop en dan veeg je. Maar, het is ook leuk om er gewoon overheen te rennen en dan te klikken, want dan skip je die animatie gewoon. Fucking cool, en dan... Hoppa! Je hebt de stal uitgemest. Wat? Is het niet andersom? Uitmest is dat met stront. Oké, nu komt het leukste deel voeren. Dat is net memory namelijk. Accepteren. Oké, dan loop je naar zo'n paard toe. Nou, eigenlijk komt het leukste gedeelte zo meteen. Even kijken. Oké, dan zoek je dus een paard. Deze wil dus appels. Iets wat op kurken lijkt en bietjes. Loop je hierheen. Appels. Iets wat op kurken lijkt. Of maar dat is, ik deed net bietjes. Kut. Nog een keer. Appels. Iets wat op kurken lijkt. Bietjes. En loop je terug naar paard. Hoppakee floppakee. Het zijn gewoon plaatjes van eten. Ja, kijk deze wil gras, wortels en gras. Alleen dat gras heet eigenlijk anders, dat hebben we net gezien hoe het gras heet. Gras, wortels en nog meer gras, in die volgorde. Want als je natuurlijk gras, gras en wortels doet, dat vindt Blackie natuurlijk niet lekker. Dat begrijp je allemaal. Die paarden zijn trouwens wel heel kieskeurig, weet je. Bij ons is het gewoon, Rick, je eet maar fucking worteltjes, niet. Ja mam, ik wil worteltjes, gras en dan weer worteltjes. Nee, gewoon worteltjes en je bek dicht. Nou, deze wil iets wat de korretjes lijkt, appels en gras. Dus dan loop je into the game. Korreltjes, appels en gras. En dan geef je dat aan paard. Maar oké, zo meteen komt echt het extreemste, dat weet je niet eens. Je hebt deze even tijd voltooid. En nou,
één keer per dag wordt er één paard schoongemaakt. Dus alle paarden worden één keer per 6 dagen schoongemaakt natuurlijk. En vraag ik welke dat vandaag is. Ja, dat rijden staat soms, dat moet je gewoon negeren, weet je, doe ik nooit. Durren, nou, dan pak ik even een mooi setje, hier zo, hier vandaan. Zo eentje, ja, precies. Pakken we zo'n setje, zo'n tuigje. Dan lopen we naar Durren toe, ja? Dat is Blackie, nee, niet Blackie. Oké, Durren, en dan, hoppa, en dan loop je hierheen en pakken we Durren uit de box. Zo, uit de box met Durren. Kom maar hier, Durren. Jouw praktijken zijn over, en dan plakken we Durren hier zo. Accepteren, was Durren, dit is lach hoor. Kijk maar, moet je zien. Als je een paard was, mag je zijn hoofd niet nat maken, anders wordt hij ziek. Geloof me, ik heb het toch geprobeerd, ze worden niet ziek. Dat is een grapje. Dat is een grapje van de maker. Een inside joke. Hè? Dit kun je niet wegklikken ofzo. Anders maak je een broek ziek. Dat is heel belangrijk, moet je gewoon 10 seconden wachten ofzo. Geen idee. Druk het op alle knoppen, maar het werkt niet. Ah, spatiebak dan maar. Pak je de tuinslang en dan ben je zelf de tuinslang. En maak je een beetje zijn kont zo schoon. Zo. Ja. En zijn hoofd, maar hij wordt niet ziek, zie je dat? Ik kan niet omhoog met mijn muis. Ik kan hem niet ziek maken, per ongeluk. Oh, ben je nou ziek? Nee. En dan pak je een borsteltje. Zo, en dan gewoon er langs rennen, anders dan gaat hij stomme animatiefilmpjes doen. Nee. En dan nog een keer water, voordat hij extra ziek wordt. Ik ga alle andere paarden nat maken. Ja, fuck jou, oom Peter. Je hebt in je broek geplast. Nee, zo werkt het niet bij oom Peter. Zo, een beetje schoon. Je bent een schoon paardje, jij Durren. Zo. En dan nog een keer borstelen. Tuurlijk. Zo. En, oké. Nu komt het. Het paard is nu schoon. Ik heb nu al onze dagtaken voltooid. Moeten we deze nog even naar hoeven ineens terug in de box te zetten. Nou gaan we natuurlijk even naar tante Eva aan. Dan geeft ze ons de verlossende woorden. Je kan altijd naar je kamer toe gaan als je dat wilt. En dan, ja, dan... Ik denk dat de aflevering nog niet af. We zijn nog helemaal niet zo lang bezig. Nee, dat hoeft niet. Dan gaan we naar tante Eva toe. En dan zegt zij de verlossende woorden. Je kan altijd je kamer binnen gaan als je dat wilt. Dankjewel tante Eva. Dat hadden we echt even nodig. En dan drukken we op het bed. En dan gaan we slapen. Yay! Opslaan. Woehoe! En het is weer dag op de meneesje. En verwacht ze van je dat je gewoon meteen weer de stal schoon gaat maken, weet je. Dat is gewoon je dagelijkse taak. Dus dat gaan we even stoppen met recorden, want anders dan komt deze serie nooit af. Wow, oké, ik heb mijn dagtaken voltooid. En wat denk je, tante Eva staat gewoon niet hier. Dus ik weet niet of ik nu eigenlijk wel naar mijn kamer kan. Ja, dat kan ik. Ga slapen en sla op. Ja, er is nog steeds niks in het fotoboek. Er is nog steeds niks. Oh, dit, ja, dagtaken. Ik ga de dagtaken nu grotendeels offscreen doen als ze iedere keer hetzelfde zijn. Want ik denk dat jullie dat niet aan hoeven te doen. Dan gebeurt er nog iets meer in de 15 minuten gameplay van dit fantastische spel. Als jullie dit kijken, zie ik waarschijnlijk op school boeken ophalen. Hoera, is leuk. Oh, opstaan, sorry. Excusez-moi. Oké. Hallo, Haan. Laat me raden. Yes, er gebeurt Lola, wat. Je oom Arthur en ik willen een klein concours organiseren met een show. Met de opbrengsten kunnen we een deel van onze schulden betalen. Wat vind jij hiervan? Ach, kut. Een geweldig idee. Nee, is kut. Ik zal jullie meehelpen. Nee, Laura. Praat dan maar snel met je oom Arthur, voordat hij weer iets anders bedenkt. Oké. Praat met Arthur. Wat een interessante objective. Oké, daar is oom Arthur. We gaan even flink met hem praten. Meneer oom Arthur, we moeten praten over de bloemetjes en de bijtjes. Oom Arthur, tante Eva vertelde me dat je dit weekend een klein concours met een show wil gaan organiseren. Ja? Zeg ja, Arthur. Gaat hij weg? Wat? Is hij boos? Een drama. Nee, nog niet. Het was gewoon een gek idee dat ik ineens in mijn hoofd had. Oh, dat is echt een gewaagd idee, weet je. Sommige mensen geven van die hele huissloopfeestjes, maar nee. Oom Arthur geeft een klein concours dit weekend. Zo, hé. Ik hoop dat iedereen langskomt. Nee, oom Arthur. Een sloopconcours. Het is een geweldig idee. Dit concours moeten we echt gaan organiseren. Als je mij daarbij kan helpen... Ik heb vroeger ook concoursen georganiseerd en toen hielp mijn vriend David me altijd. Hij woont in Zomerbij en werkt op het postkantoor. Hij verkocht altijd veel toegangskaarten. Nice. Geweldig. Wat kan ik doen? Je kunt David opzoeken en hem deze toegangskaarten brengen. Oké. Laura heeft de uitnodigingen van Arthur gekregen. Ik denk dat ik weet waar Zomerdorp is, dus het komt heel mooi uit. Dat is dat dorpje waar we nog nooit over iets zinnigs gedaan hebben. Natuurlijk nemen we Blackie mee. Jullie moeten even allemaal op Twitter gaan volgen, de meme Scumbag Tante Eva. We hadden een keer een aflevering, met we bedoel ik vooral ik, over dat we eigenlijk een meme zouden maken van Tante Eva. Als je het filmpje nog niet hebt gezien van Scumbag Tante Eva meme. Nou ja, Bram, die is ook van Nectar Tweets, maar dat zeggen jullie niet echt veel, en ik krijg van hem een Chartered 1. Die heeft dus een Twitter account gemaakt,
En daar tweet hij dan dingen op van tante Eva. Zo van, je bent zwanger, neem je baby mee naar je kamer. Dat soort dingen. En waarom liep ik daarheen met het zadel? Hier Blackie, hier is je zadel, jongen. En dat soort hele mooie uitspraken. Je moet het gewoon even volgen. Misschien zet ik een link in de beschrijving als ik niet te lui ben. Hebben een mooie van deze mee. Kom maar op Blackie, wij gaan naar David. Want ik denk dat ik weet waar het is. Het is het ene stadje waar niks te doen is. En daar zit een heel groot... Dat is waar die trein staat, zeg maar. Dat daar. Daar. Goede beschrijving. Kom maar Blackie. Kom maar. Ik heb je gisteren nog gewassen. Offscreen was dat. Heb ik lekker Blackie gewassen. Oh, dat was leuk. Hallo Arthur. Hallo, ik ben Laura en ik heb een paard hier in mijn hand. Paard aan de hand, hè. Zo hoort het. Paard aan de hand. Peace off. Oké dan, Laura. Daar is tante Eva. De bocht. Oh, wat een mooie bocht. Die bocht is zo goed genomen door mij. Ik heb nog nooit een bocht zo goed genomen. Wat? Dat klinkt fout. En niet goed. En we rijden op een paard en open haard. En we gaan naar David toe, We gaan naar David toe, klap. We gaan naar David toe, klap. En we geven hem de uitnodiging om een kleine concours in het weekend. Oh yeah. Oké, David, we komen je halen, jongen. We gaan jou de concours uitnodigingen geven. Ik denk zomaar dat we aardig richting... Nou, aardig richting het einde van het spel. Ik denk dat het spel niet al te lang meer kan duren. Ik hoop het niet. Ik heb geen zin om hier een serie van 50 parts van te maken. Dan doe ik liever weer een andere meidenspel. Het is niet zo dat als deze serie af is, dat ik meteen weer verder ga met Barbie en de prinses van de blablabla ofzo. Ik ga sowieso nog maar verder, maar direct waarschijnlijk niet. Ik moet een beetje... Mentale breakdown, je moet gewoon weer een beetje mentaal weer goed zitten, weet je. Als je te veel van dit soort spellen speelt, jongen, dan valt je penis eraf. En dat wil ik niet. Ik ben heel gehecht aan hem. Of haar. Ik denk hem. Dat vind ik iets mannelijker. Als je penis een meisje is, gaat er iets niet goed, geloof ik. Waar is de muziek? Heb ik die uitgezet of zo? Nee, dat kan helemaal niet. Ah, daar is de muziek. Awesome. Oké, waar is het postkantoor? Ik vind dat dit het stadje is van David. Is dat David? Ja! Hallo David. Even afstappen denk ik. David, trouw met mij. Met mij Laura. Ik zal je de tekst even besparen. Ik weet dat jullie het allemaal een plezier vinden, maar oké. Hallo Laura. Ik heb al met Arthur gesproken. Arthur. Je komt de toegangskaarten brengen voor het komende weekend. Die ga ik verkopen. Oké. Laura heeft de uitnodigingen van Arthur gekregen. Ik ben erg handig in het verkopen van kaarten. Arthur en ik zijn dikke vrienden. En we hebben vroeger al erg leuke concoursen. Ik denk zo met concoursen in dit spel. Gewoon... Ik zal gelijk met de promotie beginnen. Zodat iedereen weet dat er een concours is het yes. komende weekend. Ik denk dat concours in dit spel gewoon hetzelfde is van die hele grote feesten. Met overal drank en hoeren en bitches. Ja, toen ik nog jouw leeftijd was, had ik hele grote concoursen met oom Arthur. Dan stel je natuurlijk hele grote feesten voor, zitten ze er met z'n tweeën op een pony, zo van, hey! Nou, zo gaat het mij maar, hè. Nou, dankjewel David, je bent een goede kerel. De stal uitmesten, voor de win. Nou ja, doen we dit nog eventjes en dan weinig we deze aflevering. Eerst het eten, als het goed is de rechterkant krijgt vandaag eten. Hallo kinders. Jij wilt peentjes, dingen en korrels. Peentjes, dingen en korrels. Broep, poep, poep. Wat goed van jou, Rick. Zo erin. Ik steek het erin. Pintjes en korrels. Zo, pintjes, korrels. Komt eraan, Blackie. Hoppa. En jij wilt vandaag appels en dingen. Om het al door dingen te noemen, schiet je niet echt op. Appels. Ik geloof deze, ja? Dat weet ik niet eens helemaal zeker. Ik geloof het wel, hè. Hoppa. Oké, dat is een van de drie taken. Nou ja, als je wassen niet meetelt als taak. Nu natuurlijk ieders favoriet, het vegen. Ik vind vegen persoonlijk het leukste, omdat het makkelijkst is. Vegen is makkelijker dan poepscheppen. Iedereen weet het. Iedereen ontkent het, iedereen weet het. Moet je zien hoe snel deze gaat. Dat is een nieuw vegenrecord, hoor. Woehoe! Nieuw record! Nieuw record! Dat puil lag allemaal heel dicht bij elkaar, daar niet van. Stofblik, poepschep. Dat is echt het wijste wat ik deze maand gezegd heb. Eigenlijk gewoon over de hele maand. Iemand nog gepoept vandaag? Hey, nog gepoept. Daar ligt een drol. Grappig hè. Kijk, gewoon de plekken een eigen parody verzonnen. Hey, moet je poepen. Daar ligt een drol. In de stal van Diamond. Yay, wie mogen we vandaag gaan wassen? Jij daar, Chumpert.
Wat zullen we jumpen? 7 dagen lang, wat zullen we jumpen? Wat een jump. Wat zullen we jumpen? 7 dagen lang, wat zullen we jumpen? Wat een zin om te jumpen. Er is genoeg paardenworst voor Henk. Henk die heeft honger, dus eet hij paardenworst. Henk die heeft honger, oh wat erg. Ik heb toch net zo'n ding omgedaan. Dat dacht ik dus ook, maar blijkbaar toch niet goed. Dat dacht ik dus ook, maar het ging verkeerd. Er is genoeg voor het jumper zelf. Waarom doe je het dingetje niet goed om, Laura? Nou kan ik hem niet pakken en nu wel. Kom maar op, jumpert. Is het wel jumper? Ja, dit is zeker te weten jumper. Dit is zo jumper. Kom maar hier, jumpy. Accepteren. Mooi. Hé, hey, niet de shuffle doen, hè? Toch wel de shuffle doen? Oké, dan. Hoppa! Woehoe! Niet dansen, jongen! Dansen is verboden. Behalve als ik het zeg. Dans, mijn paard! Dans! Jij bent mijn paardenslaaf. Dans. En nu ga ik je schrobben en het gaat heel veel pijn doen en je gaat ervan genieten. Zo, dat was lekker, hè. Dat was een lekker paardje. En nog een keer. Oh, wat word je nou... oh, lekker nat paardje. Wat? Niks aan de hand. Niks verkeerds hier. Niets raars te zien. Het paard nog even een laatste shuffle. Even de borstel pakken. Zo, hoppa, Laura. Niet zo snel, Laura. Hoppadie boppadie. Zo, dat is mooi. Prima, het paard is nu schoon. Alsof het ooit vies was, weet je. Jumper is gewoon heel schoon, lief paardje. Even kijken of ik van tante Eva nog steeds naar mijn kamer mag. Ik hoop het wel. Even praten wat zij ervan vindt vandaag. Tante Eva, wat vindt u van de situatie? Je kan altijd je kamer binnen gaan. Dat hoopte ik al. Ze stond niet meer binnen. Ik vond het helemaal anders. Maar ze zijn nog steeds dezelfde wijze woorden. Ga slapen en sla op. Dan zeg ik, bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet even jullie niet te liken als je hem leuk wilt. Zie ik bij de volgende aflevering van de 3 vrienden van de manege. Het geheimzinnig ongelukje. Vergeet even jullie niet te liken als jij hem leuk vond. Slaap lekker als je hem s'avonds kijkt. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van de 3 vrienden van de manege. Het geheimzinnig ongelukje. Bedankt kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!